Studenten binnen de zorgsector van het ROC Nijmegen liepen woensdag een mars door Nijmegen ter gelegenheid van de kinderrechtenconferentie. Deze actie is georganiseerd door studenten pedagogisch werk van het ROC en heeft als doel de rechten van het kind meer onder de aandacht te brengen. Er werd kennis gedeeld over signaleren, handelen en ervaringen, zowel door studenten als door professionals. Studenten Carmen Brok en Lotte Beijer van het ROC vertellen waarom dit zo belangrijk is. Ja, je ziet, je spreekt niet zomaar met iemand, een klasgenootje, van goh, ik heb dit meegemaakt op stage. We werken allemaal in de zorg. Dus door deze dag, dan kun je toch meer iets zeggen van goh, ik heb de kinderrechtenconferentie vandaag gehad. Hoe ziet jij, heb jij iets meegemaakt? Ik heb dit meegemaakt. En hoe zou jij er hierop reageren? De studenten van ROC Nijmegen hebben de actie niet zelf bedacht. Ze zijn namelijk geïnspireerd door studenten van het Albeda College uit Rotterdam, die zo'nzelfde actie in 2016 organiseerden. En als je hier nou de zaal zag en de mars, nou, het was echt geweldig. Wij stonden op het podium en we dachten, wow, oké, dit zijn er veel. Kippenvel moment. Het is zo mooi. Het is echt dat het ook gewoon bespreekbaar wordt gemaakt. En dat je ziet dat ze er interesse in tonen en dat ze interesse hebben in het onderwerp. Ja, en dat ze soms nog best wel schrikken van de ervaringsverhalen die er verteld worden. Dat het gewoon nog steeds hier in Nederland gebeurt en dat er nog zoveel cijfers niet bekend zijn. Het zijn er nu 119.000 in dit land wat bekend is. En dat zijn nog niet eens de onbekende cijfers. De ervaringen, dat willen studenten horen. Ja, hoe is je ervaring geweest? Dat is vaak interessanter als dat jij een informatieve les krijgt over oké, dit is kindermishandeling en deze vormen zijn er. Maar vaak is zo'n ervaringsverhaal, maakt zoveel indruk, dat je zelf ook gewoon denkt van wow, huh? Gebeurt dat echt nog hier, zeg maar? Het is 11:00 en dat betekent dat het tijd is om met spandoeken door Nijmegen te lopen om dit onderwerp bespreekbaar te maken.